Nee, deze is echt heel fout. Mag ik je ballen even zien? Tuurlijk mag je mijn ballen zien. Bij een nieuw studiejaar hoort een introductieweek waarin alle remmen nog één keer los kunnen voordat er weer braaf geblokt gaat worden. Bij de Spuutshuis Floret hebben ze de kunst van het student zijn wel heel goed verstaan. Zij geven namelijk als introductie op de introductieweek elk jaar een buitenproportioneel groot en zeer berucht huisfeest waar ik dit jaar gezellig bij ben. Hey, Koen, jij organiseert dit feestje, hè? Inderdaad. Ze zijn er al een hele tijd mee bezig. Dus wij organiseren een quiz met een heel leuk feestje erachter aangeplakt in principe. We calculeren altijd tussen de 250 en 300 personen. En dan is het wel goed voor. In je huis? Ja, in de kamer zouden normaal gesproken mensen slapen en wonen. Ik ben dus André Pronk. Ik ben 38 jaar en ik kom uit Vlaardingen. En ik ben natuurlijk begonnen bij de X-Factor, Popstars. En ik zat bij Jensen. En ik ben overal op de Nederlandse televisie geweest. En ze kennen mij natuurlijk van de lach. Ze hebben mij vandaag hier ingehuurd. Omdat ze hier een spelletje gaan organiseren. Dat heet 5 tegen 5. En ik ga dat presenteren en ik vind het leuk om te doen. En je krijgt ervoor betaald. Ja, dat ook nog, ja. Geef eerst even een applaus voor onze twee teams! Binnen is André Pronk zijn trucje aan het doen en hier achter mij wordt het steeds drukker. Maar wat ik me nou afvraag, wat vinden de buren hier eigenlijk van? Hallo. Hi. Wat vindt u daar nou van, de buurman zijn van een dispuut? Ik vind het hartstikke leuk. Het zijn uitstekende buren. Volgens mij zijn ze er niet. Heel wijselijk. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. U bent de overburen van Dispuutshuis Floret. Ja. Wat vindt u daar nou van? Zolang ze niet al te erg in de voortuin pissen, heb ik er geen last van. Wat maakt jou nou zo'n goede student? Dat ik heel veel investeer in de middenstand van Tilburg. Dat ik hier nog steeds rondloop na zoveel jaar. Hoeveel jaar? 9e jaar is het. Ik ben een beetje de nachtmerrie van Rutte, om het zo maar te noemen. Eén priemende vraag die ik echt nog even moet stellen. Ja? Ik heb namelijk vernomen dat jij een tatoeage van Henk-Jan Smit op je rug hebt staan. Ja, dat klopt. Die heb ik op mijn rug staan. Ondanks dat gezeik van hem, heb ik zoveel klussen in Nederland. En daar ben ik zo trots op, dus ik ben hem eigenlijk heel erg dankbaar. Ik denk, dat moet ik eren met een tatoeage. En dat heb ik gedaan. Maar ja, weet je wat het is? Zijn bril die was afgevallen. Dus ik denk, laat die bril maar op. Hoi! Wat moet ik nou doen om me echt te amuseren? Als je wil amuseren, dan moet je vooral even bier drinken. Weet je waar studenten ook heel erg goed in zijn? In politiek incorrecte opmerkingen. Luister maar. Bo, ga je morgen met mij een beschuitje eten? Nee. Wat nee? Nee. Je moeder doet het wel. I rest my case. Studentenfeestjes in Tilburg. Breek me de bek niet open. Ik weet er alles van. Mij wordt geadviseerd vooral nog even door te gaan met alcohol nuttigen. Dus dat is precies wat ik nu ga doen.